Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Hoe voeg je een e-mailaccount toe, bijvoorbeeld Gmail, aan de e-mailapp van je Apple device? Bijvoorbeeld een iPhone of een iPad. Geef me een vette duim omhoog en abonneer op mijn kanaal. In dit filmpje laat ik je zien hoe ik mijn Gmail-account toevoeg aan de mailapp van je iPhone. Dit is de mailapp. Om je Gmail-account toe te voegen, heb je de username en password nodig. Van je Google-account wel te verstaan. Dus Gmail-account en Google-account, dat is hetzelfde. Waarschijnlijk maak ik ook nog een filmpje van hoe voeg je een Telenet-e-mail toe aan de mailapp van je iPhone. En de link zie je nu rechts bovenaan verschijnen. Ik open nu mijn mail-app. Ik klik hierop. En ik zie hier één postbus inkomend. En dat is de postbus van mijn iCloud e-mail. Ik wil hier dus Gmail hebben bijstaan. Ga naar instellingen en je scrolt naar wachtwoorden en accounts. Naar hier. Ik klik daarop. En hier zie je staan nieuw account. Hier zie je Google en dit is het logo om je Gmail-account toe te voegen. Je klikt daarop. En het vraagt je e-mailadres waarmee je je Google-account hebt aangemaakt. Ik ga dit nu even ingeven. En het vraagt ook je wachtwoord. Zo, mijn paswoord is ingegeven en je klikt op volgende. Ik heb mijn tweestaps authenticatie of verificatie ingesteld en dan krijg je een melding, probeer jij in te loggen en daar klik je ja op. Ik vraag opnieuw verzenden. Ik klik op dit. Mijn Gmail gaat open. En dan krijg je hier, probeer jij in te loggen. En dan zeg je ja, dat ben ik. En mijn Gmail-account wordt aangemaakt. Je krijgt nog een Google-beveiligingsmelding, omdat ik ingelogd heb op een ander apparaat voor mijn Gmail. Je kijkt maar eens naar die mailtjes. Ik ga nu naar die mailtjes kijken. Hier staat beveiligingsmelding. Nieuw apparaat ingelogd, er is zojuist ingelogd. Activiteit controleren, ja. Ik herken deze activiteit. Want ik ben dit filmpje aan het uitleggen. Ik ben het zelf. Ja. Ik ben dus nu in mijn Gmail-scherm. Komt allemaal automatisch. Ik ben hier op mijn Gmail-scherm. Ik ga alleen mijn mail aanzetten. Ik klik deze twee uit. En ik klik op bewaar. Account toegevoegd. En hier zie je Gmail staan. Nog even een paar instellingen. Je klikt op Gmail. Je klikt hier op account, op de Oome Gmail. Dit is allemaal goed. En je klikt dan op geavanceerd. Hier heb je je postbus instellingen. Ik zou dit zet verwijderde berichten in. Ik zet dat niet in archief, maar ik zet dat in verwijderd. Dus je klikt hier. Je klikt dan terug op account, je klikt op gereed en je klikt opnieuw op accounts en je gaat helemaal uit instellingen. Je bent dus terug in je beginscherm en hier zie je het al, mail, dat stond er straks niet, 7000 e-mails, amai. Ik klik daarop en hier zie je dus Gmail bijstaan. En deze Gmail staat ook bij alle inkomenden. Ja. Moest dit hier niet bij staan, dan klik je op wijzig. En dan krijg je ook een soort gelijk scherm. En dan zal het, als het er niet bij staat, zal het zo zijn. En dan klik je dit hier aan. En je klikt op gereed. En dan staat het hier bij. Je klikt op Gmail. Hier zie je die beveiligingsmelding. Ja. Ik ga ook naar de Gmail van mijn computer.
En hier zie je die beveiligingsmelding ook. Verwijder ik dat nu hier. Ik swipe naar links. En ik klik op prullenmand. Dan gaat deze in de prullenbak. Ja. Dit scherm is nog niet geüpdate. Dus ik ga terug naar de Gmail. Dit scherm is nog niet geüpdate. Dus ik verversen doe. Zie je dat die beveiligingsmelding weg is. En dat die in de prullenbak moet staan. Beveiligingsmelding. Dus wat je doet op je iPhone heeft dus effect op alle plaatsen, op alle platforms. Dus in feite wordt het verwijderd op de server van Google. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Help me zo snel mogelijk de 1000 abonnees te bereiken. Of meer natuurlijk. Deel het filmpje met je vrienden. En laat een wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!